Ik denk dat we een goede week achter de rug hebben. We hebben goed getraind en iedereen is er klaar voor om morgen de eerste match te spelen. Meteen een klepper van formaat, hè? Ja, uiteraard. Het is een gedroomde eerste wedstrijd, denk ik, voor iedereen. Iedereen kijkt er heel hard naar uit en we gaan er alles aan doen morgen om punten te pakken. Net is Ono voorgesteld op de persconferentie hier, maar nog niet speelgerechtigd. Maar dat goede nieuws kan vandaag nog binnenkomen. Ja, dat zullen we pas later in de vandaag weten. We zullen zien morgen hoe dat de trainer hem al dan niet gaat gebruiken als hij speelgerechtigd zou zijn. Maar ik denk dat hij toch wel een meerwaarde kan zijn voor dit STVV? Ja, dat wel, want hij heeft deze week meegetraind en hij liet al direct goede dingen zien. Dus hij is een heel slimme speler en technisch en snel ook. Dus we gaan hem zeker kunnen gebruiken. Vol huis morgen, hoe leven jullie toe naar deze wedstrijd? Begint het te kriebelen op dit moment? Ja, toch wel. Iedereen leeft er al vanaf dag 1 van de voorbereiding naartoe naar die eerste wedstrijd. Sinds dat we weten dat we Brugge mogen ontvangen hier op de eerste match van het jaar. Is natuurlijk fantastisch, hè? Zowel voor ons als voor de supporters. En wij voelen geen druk, want voor ons is het eigenlijk een match waarin wij alleen maar punten kunnen pakken. Dus we gaan er alles aan doen en proberen om samen met de supporters toch het onderste uit de kant te halen en iets moois neer te zetten, Mori. Voor jouzelf, vorig jaar de patroon zeg maar, zo goed als van de Proximus League. Dit seizoen trap je hoger. Hoe is het jou? Hoe leef je daar persoonlijk naartoe? Ja, met veel ambitie, denk ik. Met de ambitie om minstens even goed te doen als vorig seizoen. Minstens even belangrijk te zijn voor de ploeg als vorig seizoen. En gewoon mijn niveau opkrijgen en proberen ook in de eerste klasse een sterkhouder te zijn van de ploeg. En ook met de ploeg mee te groeien in de competitie en om beter en beter te worden.